Net als in de vorige video starten we ook nu weer aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, want we gaan kijken hoe Nederland na de bevrijding van de Duitse bezetting weer opgebouwd gaat worden, wederopbouw en economische groei. En we gaan eerst eens kijken naar die wederopbouw, want Nederland lag dus in puin na die Tweede Wereldoorlog. Hè? Dat is hier op die foto's rechts ook. En eigenlijk vrijwel direct wordt er een begin gemaakt met uh, ja, de reparatie, het herstel en gewoon het opnieuw bouwen van allerlei gebouwen, van infrastructuur zoals bruggen en wegen en spoorlijnen. En ook van de industrie. Ja, de Nederlandse regering neemt daar het voortouw in. Die gaat er ook uh, vrij voortvarend uh, mee aan de slag. En ja, Nederland wordt in de jaren na de Tweede Wereldoorlog geleid door een zogenaamde Rooms rode regering. En dat betekent dat uh, die regering, die verschillende kabinetten, die er zijn iedere keer na de verkiezingen, dat daar in ieder geval uh, Roomse partijen zitten. En dat slaat op uh, de katholieke volkspartij. Ja, de, daar slaat dat Rooms op, want die luisteren naar de pauze in Rome. En er zitten altijd uh, leden in van uh, de Partij van de Arbeid, uh, die Sociaaldemocraten. En dat is de rode, uh, het rode gedeelte van de regering. Die kabinetten werden soms dus ook nog aangevuld met andere partijen, hè, bijvoorbeeld de Liberale Partij of een Protestantse Partij. Maar in de kern waren het altijd Rooms-Rode regeringen. Dus altijd regeringen waarin de Katholieke KVP en de Sociaaldemocratische P van de A zaten. En die rooms-rode regering die leidt dus die wederopbouw. En een belangrijke impuls voor die wederopbouw is het Amerikaanse Marshallplan: hè? economische steun van de Verenigde Staten aan Europese landen. En die Amerikanen die gaan dat eigenlijk doen omdat ze bang zijn voor de dreiging van het communisme in Europa. Die willen ze heel graag tegenhouden. Dus ze bieden ieder Europees land dat beschadigd is door de strijd in Europa economische steun aan. Nou, de landen in het Oostblok die, die moeten dat weigeren van de Sovjet-Unie. Maar in het Westen van Europa, ja, daar nemen heel veel landen graag die uh, marshall hulp ook aan. Ja, en als je hier deze grafiek erbij pakt, dan, dan zie je ook om hoeveel het gaat. En dan zien we dus dat Nederland meer dan een miljard dollar aan marshallhulp hulp krijgt. Ja, die dollars zijn dus hard nodig voor de wederopbouw, maar die zorgt er ook mede voor dat die wederopbouw een succes wordt. Want in de jaren 50 en 60 zien we dat er in Nederland sprake is van economische groei en van toenemende industrialisatie. En dit zijn er van de achterliggende oorzaken. Ten eerste uh, de geleide loonpolitiek. En dat betekent dat die roomsrode regeringen uh, eigenlijk ervoor zorgden dat de lonen laag bleven. Ja, en dat zorgde ervoor dat producten goedkoop gemaakt konden worden, waardoor ze ook goedkoop geëxporteerd konden worden naar het buitenland, dus de export groeide. En het zorgde er ook voor dat uh, werkgevers gemakkelijk uh, mensen aan konden nemen, want die waren niet al te duur. Dus het zorgde ook voor een groei van de werkgelegenheid en afname van de werkloosheid dus. Ja, de tweede oorzaak van die economische groei in de jaren 50 en 60 heeft te maken met Duitsland. Want ook daar groeit de economie heel erg snel. dat noemen we het zogenaamde wirtschaftswunder. Het economisch herstel van West-Duitsland in dit geval. En dat is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Ja, en dat betekent dat de handel met Duitsland sterk kan groeien. En de laatste belangrijke oorzaak is de vondst van een groot aardgasveld in Groningen. Later worden nog wat kleinere gasvelden ook gevonden. En dat zorgt ervoor dat de overheid heel veel nieuwe inkomsten krijgt door de verkoop van dat aardgas. En zo zien we dus dat in de twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog die wederopbouw heel erg succesvol is en de economie al heel snel weer begint te groeien.